Er was ook een beetje een opspraak de laatste dagen, hè, met het overslaan van de algemene beschouwingen. Wat vindt u daarvan, van die ophef? Nou ja, kijk, ik zou mezelf het liefst kopiëren dat ik op alle plekken tegelijkertijd kan zijn. Dat gaat helaas niet. De premier gaat bij de algemene beschouwingen op alle vragen van het parlement natuurlijk antwoord geven. En als minister mag je daar dan bij zitten en toekijken. Of in mijn geval ga ik naar een heel groot congres in Amerika met energieministers over de hele wereld. Juist ook om te praten over de vraag hoe kunnen we snel af van Russische energie en met allerlei andere alternatieven energie onafhankelijk worden. Snapt u de verbazing wel een beetje? Nou, ik ben zelf heel lang Kamerlid geweest, dus ik ben het liefst natuurlijk ook bij die politieke beschouwingen. Maar als minister voor Energie voel ik echt de verantwoordelijkheid om elke uur van de dag te besteden aan het oplossen van deze crisis. Wereldwijd probleem? Een wereldwijd probleem met grote impact in Nederland, ook op onze energieprijzen. Maar daarvoor zijn de oplossingen vaak toch ook over de grenzen te vinden.